We hebben vandaag eigenlijk een feestje rondom het nieuwe boek van Simone Foekes. Een kleverig raadsel heet het boek. En zij is hier ook in de winkel en zij heeft voorgelezen aan de kinderen. En de burgemeester is op bezoek geweest. Burgemeester Hermans nam woensdagmiddag in boekhandel De Lichtbron aan de Boddestraat het eerste exemplaar van het door Simone Foekes geschreven kinderboek Een kleverig raadsel in ontvangst. Het is kinderboekenwijk van 8 tot 18 oktober, maar de brancheorganisatie Het Christelijke Boeken- en Muziekvak neemt de hele maand om het kinderboek in de schijnwerpers te plaatsen. Er waren heel wat kinderen bij en die werden na de overhandiging voorgelezen door Simone zelf. Het is alweer haar 14e boek en na de herfstvakantie begint ze aan de 15e. Naar verwachting zullen er meer dan 10.000 exemplaren over de toonbank gaan. Het is een spannend boek zo te zien. Gelukkig is Simone bereid om een tipje van de sluier op te richten. Een kleverig raadsel past heel goed bij het thema van de Kinderboekenweek. Natuur, wetenschap en techniek. En Hanna en Reinier die gaan op vakantie op een camping midden in het bos. Hanna denkt dat het heel saai wordt. Maar dat valt heel erg mee, want ze gaan geocachen. Dat is schat zoeken met GPS. En dan ontdekken ze dat de dingen in het bos niet pluis zijn. Levensgevaarlijk? Nee, dat gelukkig niet. Maar er moet wel een oplossing komen. Het kan niet zo doorgaan. Kan je er wel van slapen dan? Ik kan er wel van slapen. Ja. Samen met boswachter Erik komt het weer helemaal goed. De presentatie van zo'n nieuw boek is een speciale gebeurtenis en best een feestje waard. En de burgemeester, die vierde vrolijk mee.